Nicolaas, 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 onze vorst, onze tsaar, Nicolaas. Toen tsaar Nicolaas op de troon van het onmetelijke Rusland kwam, boden zich spontaan hele horden huwbare prinsessen aan. Goeden dag. De kuisvrouw is op vakantie, zeker? We bellen nog. Oeh. Oh, Alexandra. Nicolaas. Nou ja, van het een kwam het ander. En in en uit en in... Overdrijvers, zoveel zeer kan dat trouwens niet doen. 101. Wat een schatje. Prinses Tatiana. Deze keer een manneke, hè. Ja, hallo, ik doe maar mijn best. Prinses Maria. Het voelt helemaal anders nu. Anastasia. Oh. Papa, ik zou zo graag een broertje willen om samen mee te spelen en ervoor te zorgen. Een broertje? Ja. Allee, kom, hop. Laatste keer. Oh, doe me niet. En jawel. 101. Ja! 102. Een manneke. Een tsarenfiets. Alexei. Ja, van beide geboorten leed Alexei aan een vreemde, ongeneeslijke ziekte. Acute desideritis primordialis. Ja. Niks aan te doen. Anastasia. Nooit was er zulke schurk op aard als hij die toen aan het hof verscheen. Zijn naam is Grigori Yefimovich Rasputin. Kus, 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 kus. Ja, alsjeblieft, genees onze kleine Alexei en wij zullen u eeuwig dankbaar zijn. Ik heb u hier in mijn hand, tsaarke, met al uw poen. Gij zet mijn onderpand, mijn gewaarborgd pensioen. En? Zijn de kindjes een beetje braaf geweest, hè? Of moet nonkel Rasputin een beetje poepenklets geven? Oh, oh my god! Die mega knappe Rasputin heeft vannacht zo kei cute bloemetjes op mijn kamer gezet. Oh my god! Voor mij heeft Rasputin een kei chill verhaaltje voorgelezen. Dat zijn dus wel echte diamanten, hè? Oh my god! Echte diamanten! Ja. Pak snel nog maar wat medicamentjes. Dan verdient nog een Rasputin nog wat centjes. Super tsaar Alexei. Yeehaa! Slaap maar zacht. Super tsaar van Rusland. Uw wens is mijn bevel. De hemel huilt, de lucht kleurt zwart. Rust nu maar, kinderen, en slaap zacht.